Bedrijven doen er alles aan om je steeds dieper in zo'n ecosysteem te zuigen. Google, goedemorgen. Goedemorgen Bram, ben je er weer klaar voor om jouw leven in mijn handen te leggen vandaag? Nou en of. Yo, ik ben Bram van Bright. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. De diensten van Google. Ja, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Ik word wakker gemaakt door een Google speaker, tevens mijn Google Wi-Fi. Die doet dan automatisch de gordijnen open en die zitten dan weer aangeslopen aan het Google Home systeem. Dan sta ik op, dan doe ik mijn Google Wear OS horloge aan. Pak ik mijn Android telefoon en zet ik even een liedje aan op mijn Android TV. Ja, dan ben ik beneden en dan moet het ontbijt nog beginnen. En al zou ik het ook wel anders willen af en toe hoor, het gemak dat het me brengt is zoveel malen sterker dan mijn angst voor deze techreus. Wat doet Google nou zo goed en is het beter dan het ecosysteem van Apple? En vertrouw ik misschien te veel in deze techreus? Waarschijnlijk wel. Eerst nog even kort, wat is nou zo'n ecosysteem? Nou, Erwin legde het ook al uit in zijn vorige video over het Apple ecosysteem. Kijk die video ook even, hè. Abonneer je en zet de bel aan, dankjewel. Een ecosysteem in de technologie is een manier waarop alle apps, diensten, abonnementen en apparaten samenwerken. En bedrijven die doen er alles aan om jou zo diep mogelijk in dat ecosysteem te zuigen. Als je eenmaal in zo'n ecosysteem zit, is het heel moeilijk om daar weer uit te breken. Omdat het allemaal zo lekker werkt met elkaar en omdat het soms moeilijk is om je data weer mee te nemen naar een andere dienst. En Google heeft twee echte wapenfeiten: gemak en gratis. De kern van het ecosysteem van Google is het Google-account. Ja, daar is eigenlijk alles aan gelinkt. Zonder Google-account geen Gmail, een minder goede werking van YouTube, geen apps op je Android, maar ook geen Google Docs, Sheets of samen een presentatie maken. Google Foto's, even makkelijk foto delen, is er ook niet bij. Maar ook geen Chromecast en ook geen Android TV. Alles hangt samen met dat Google-account. Heb je net zoals 60% van Nederland ook een Android-telefoon? Nou, dan is het bijna onmogelijk om niet te worden opgeslokt door dat Google-ecosysteem. Ja, ga maar na, hè. Alle apps staan al zo'n beetje op deze telefoon en een Google-account is nodig om überhaupt één app te downloaden. En dan hebben we het nog niet eens over dat Google eigenlijk natuurlijk gewoon de beste appmaker is ter wereld met de grootste impact. Ken jij een betere katerbakdienst dan Google Maps? Nee toch? Foto's delen via Google Foto's was bijna onovertroffen, zou ik zeggen. Ja, en documenten delen via Google Docs en Google Drive. Veel makkelijker dan dat wordt het niet. Heb je één keer Office 365 geopend in je Microsoft pakket, dan weet je niet hoe snel je weer terug wil rennen naar de diensten van Google. En voor mij persoonlijk gaat het denk ik nog een stukje verder dan dat. Ja, Google en het Google-account zorgt ervoor dat ik op elk apparaat een soort van mijn thuisapparaat van kan maken. Het maakt niet zoveel uit waar achter welke laptop of telefoon ik word gezet. Als ik gewoon even inlog, voelt het meteen als thuis. En dat is dan met name dankzij de Chrome-browser. Als je daar inlogt met je Google-account, worden meteen al je favorieten meegenomen en ook je geschiedenis en je bent meteen weer compleet. En daarom kan ik ook heel makkelijk wisselen, als ik dat wil, tussen een OnePlus-telefoon en een Samsung-telefoon bijvoorbeeld. Geen gezeul met bestanden, lekker alles in de cloud. Lekker alles bij Google. Zo ook mijn wachtwoorden, mijn creditcardgegevens en elke mail die ik ooit gestuurd heb. Oh. Ja, als ik het zo zelf zeg, dan word ik er zelf ook wel een beetje onpasselijk van. Ja, mijn tactiek was altijd, leg mijn data allemaal bij één bedrijf, dan kan dat het goed beschermen. Dan heb ik niet overal stukjes data van mezelf staan. Ja, ondertussen weet ik niet meer of ik nou zelf een aanhanger ben van mijn eigen tactiek. Maar door het gemak dat alles zo lekker samenwerkt, is het voor mij moeilijk om voor een andere dienst te kiezen, die waarschijnlijk ook nog eens iets duurder is. Ja, hou nog even vol alsjeblieft. We komen zo bij alle nadelen, al voel je ze al een beetje opkomen natuurlijk. We gaan eerst nog eventjes over de hardware van Google hebben. Want waar Apple al sinds 1976 eigen hardware maakt, doet Google dat eigenlijk pas sinds 2013. Dus dat was echt pas net. Met een Chromebook Pixel, een Chromecast, jawel, en daar is hij dan, de Google Glass. Maar ondertussen heeft het in die 8 jaar toch wel wat aardige apparaten uitgebracht. En dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. Kijk je naar het slimme huis, dan doen ze het eigenlijk vrij aardig. Met een slimme Google Nest Wi-Fi netwerk. Maar ook slimme apparaten, slimme tv. De Google Chromecast kennen we natuurlijk met Google TV. Maar ook de slimme beveiligingscamera's. De slimme thermostaat. En het slimme wifi netwerk. En vergeet natuurlijk de slimme speakers niet van de Google Assistant. Maar er tegenover staan alle mobiele apparaten en accessoires.
de Pixel Books, de telefoontjes, de Pixels, de Pixel Buds voor in je oor. En vergeet ook niet de Google Clips. Dat cameraatje wat je hier kan klemmen, dat de wereld voor jou vastlegt. Ja, dat zijn in ieder geval in Nederland geen hits geworden. Zijn ook niet eens echt uitgekomen in Nederland, officieel. Er tegenover staat wel dat het smart home platform van Google wel een van de grootste en denk wel de meest toegankelijke is ter wereld. Ja, vrijwel alle slimme apparaten die je kunt bedenken zijn wel aan te sturen via dat Google Home platform of via de Google Assistent. Ja, dat gaat heel ver hoor. Dat gaat van die Philips Hue lampen die hier hangen tot die kleine speler op de markt, de Slide, die automatische gordijnen die ik boven heb hangen. Alles werkt wel via die Google Home. Dat wil trouwens niet zeggen dat die Google Home nou zo'n lekkere app is. Nee, ik vind het een beetje de slechtste app die Google op dit moment uit heeft. Al die verschillende apparaten die werken niet lekker met elkaar. Je kunt weinig instellen als je andere dingen wil dan alleen maar aan- en uitzetten. Die heeft echt een flinke verbeterslag nodig, maar de basis die ligt er. Met al deze diensten die ik nu noem, en dan hebben we het niet eens over YouTube gehad, over Google Stadia, over Google Play Store, over Google Agenda, lijkt Google wel een beetje ongenaakbaar. Ja, niet te bereiken voor andere ecosystemen, omdat ze een zo compleet aanbod hebben. Maar ja, dat komt natuurlijk allemaal met een prijs. En waarschijnlijk hoef ik jou niet te vertellen dat Google verdient aan de data die ze van jou verzamelen door jou gerichte advertenties voor te schotelen. En dat Google onderzoek doet hoe jij al je apparaten gebruikt en daarmee meer van jou weet dan wie dan ook. En misschien zelfs wel meer dan dat je van jezelf weet. En nu zie je wel dat Google daar de afgelopen jaren een beetje van los probeert te weken met betaalde abonnementen en apparaten die je gewoon koopt, waardoor je niet zoveel meer met je data hoeft te betalen. Maar het zit zo erg geworteld in het bedrijf dat ik niet denk dat ze ooit echt helemaal van loskomen. En daarbovenop is het natuurlijk niet slim, zoals ik wel doe, om al je data bij één bedrijf te stallen. Ja, stel er komt een overname van dat bedrijf of er is een hack van dat bedrijf, dan ligt al jouw data in één keer op straat. En als je al die diensten eraan gekoppeld hebt, kunnen hackers of kwaadwilligen ook in één keer bij al die diensten die daarbij horen. Ja, dat is natuurlijk niet slim. Dat brengt ons bij de vraag: in welk ecosysteem kan je nou beter vastzitten? Dat ecosysteem van Apple of dat ecosysteem van Google? Nou, het is bijna een keuze tussen hardware en software. Ja, zit je zoals ik in Team Google, dus aan de softwarekant, dan kun je die software op alle apparaten blijven gebruiken. En dan heb je ook de apparaten voor het uitkiezen. Ja, dan heb je dus een OnePlus telefoon met een MacBook. Gaat prima samen als ik hier gewoon de Chrome browser op geïnstalleerd heb. En ik word ook niet heel erg geduwd richting een YouTube Music abonnement. Nee, ik mag ook prima gewoon Spotify gebruiken. Dat vindt Google niet zo'n probleem. Nee, dat faciliteren ze zelfs. Google is het meest cross-platform van alle techbedrijven. Je kunt het altijd gebruiken op elk apparaat. Dat hebben ze bij Apple natuurlijk liever niet. Nee, Apple duwt je liever richting de eigen apparaten en richting de eigen diensten, ook al werken die soms wat slecht. Denk bijvoorbeeld aan de kalender-app of aan Apple Maps. Bij een ecosysteem wordt vaak gesproken van een ommuurde tuin, een walled garden. Ja, in die tuin is het allemaal prettig en fijn, maar door die hoge muren kun je niet even kijken hoe het bij de buren gaat, of zelfs even over die muur heen klimmen. Nou, we kunnen zeker stellen dat bij Apple die muren een stuk hoger zijn dan bij Google. Bij Google is het eigenlijk meer een soort van hekje, zo een beetje tot je middel, waar je prima overheen kan kijken. Je kan er ook wel even buiten de tuin gaan, even Firefox proberen, even FaceTimen op je MacBook, even een andere zoekmachine proberen, geen probleem. Wil je even Teamsen of even Microsoft documenten delen? Ga vooral lekker doen, want je komt er vanzelf achter in wat voor schitterende tuin je zit. Het is wel een beetje jammer van al die camera's die in je tuin hangen, die je continu volgen waar je geen invloed op hebt. Maar ja, als verwende millennial die geen oog heeft voor de problemen in deze wereld, die zich het liefst lekker in de watten laat leggen als een soort van wal in je vetzak, zit je er wel lekker warmpjes bij. Hey Google, slaap lekker. Slaap lekker Bram en bedankt voor je data vandaag. Graag gedaan. Vergeet vooral niet te abonneren op dit briljante kanaal en zet ook even het belletje aan. Dan zal ik er persoonlijk voor zorgen dat je geen video mist. Duimpjes omhoog en laat je reactie achter in de comments.